Gegroet, stelletje veganistische vampiers. En welkom bij een nieuwe aflevering van God of War. Misschien 4. De vorige aflevering was best wel dramatisch. Ons zoontje werd opeens dood en doodziek. Dat krijg je ervan als je je kinderen niet vaccineert. You made it. Better get home to your boy already. Oh, wat een goede tip. Mijn zoontje ligt letterlijk op sterven. Ik ben net helemaal naar de hel gegaan om een of ander hart van een reus te stelen. De laatste kans om het jochie te genezen. En jouw tip is, hey, misschien moet je even naar je zoon gaan. Dat was ik sowieso van plan. Ik doe ook helemaal de sidequest. Die skip ik altijd al, dus slaat helemaal nergens op. Bedankt voor de tip. Delay, brother. Nee, jij ook al. Waarom zegt iedereen tegen me wat ik moet doen? Ik krijg echt de neiging om nu die controller weg te leggen. Ik bedoel, de laatste video was 3 weken geleden. Ik kan gewoon maandenlang niet spelen. Ik ga naar mijn zoontje toe. Hij leeft toch wel. Weet je, ik ben hier voor mijn rust. Als iedereen even kan stoppen met me commanderen, dat zou hartstikke fijn zijn. In ieder geval, vooruit dan maar. We gaan terug naar Midgard. Even checken hoe het met zo'n lief gaat. Toppie. Mooie teleportatietafel. Your father was Zeus. Dat klopt. I finally understand. I'm dangling from the hip of the bloody ghost of Sparta. Zo zou je het kunnen zeggen. Do not call me that. Zeg het maar niet zo. Don't mistake me, brother. From what I heard, the Pantheon had it coming. But it's still a bit to take in. I knew you hate gods, but you really can't stay away from them, can you? Nah, he can't say. You must say nothing to the boy. He must never know. Bollocks, brother. Respectfully, bollocks. He has to know. He'll never be whole without the truth. Look, I get it. You hate the gods. All gods. It's no accident that includes yourself. And it includes your boy. Don't you see that? He feels that. He can't help what he is. He can't begin to help it because you haven't even told him. It's all connected, man. You... We'll tell him nothing. Very well. Okay. We moeten dus echt eventjes een redelijk vader-zoon gesprekje hebben. Hey zoon, ik heb een verrassing voor je. Oeh, gaan we naar de Efteling? Nee, papa is een god. En daarom, jij ook. Gefeliciteerd. Ik zou best wel verrast zijn als ik opeens een god ben, denk ik. Hey, so you know that shortcut between realms? Well, I made it better. Hey, thanks man. Or I might have broke it. Oh. We use that. I know you do. So I took a few gusts from them winds of hell and made it so it ain't just one way. Oh, that's super chill. Now you can use it to travel we to kunnen and eindelijk daadwerkelijk quick travelen. Then we can take it to Freya. There's an idea, brother. Okay, top. Dus nu kun je eindelijk een beetje normaal met die portalen heen en weer. Leuk feitje over die portalen trouwens. Die portalen breng je dus telkens eerst naar een soort hele mooie blauwe wereld. Waar je een heel stuk, hier zo heen, een heel stuk pad moet aflopen. Ik ben dus hier vaak aan het rennen. Gewoon heel snel dat pad afrennen. Zo gauw mogelijk naar de andere kant en de teleportatie voortdooien. Zo werkt dat dus niet. Dit is eigenlijk gewoon weer een vermomd laadscherm. Je bent oneindig lang aan het lopen. En als het laadscherm klaar is, dan flikkeren ze gewoon die deur in één keer voor je. Dus in plaats van helemaal lopen, kan ik gewoon stil blijven staan. Als ik gelijk heb, dan komt het helemaal goed. Kan ik je ondertussen een leuk verhaaltje vertellen. Ik begin wel nu aan mezelf te twijfelen van... Het is wel een heel lang laadscherm dit. Alhoewel, deze game heeft bijna geen laadschermen. Maar als ze er zijn, zijn ze best lang. Ik las net een verhaal... Wacht, staat die deur er nou? Oh nee, nog niet. Oké, ik was even bang dat die een stukje in de verte... Ai! Ik las net een verhaal in ieder geval over een aantal Belgen die wilden een winkel overvallen. En ze kwamen binnen rond 3:00 PM. En toen zei de winkeleigenaar van... Hé jongens, effe... Je gaat er niet een winkel overvallen om 3:00 PM. Er zit er geen geld in de kassa. Toen zei ze, oh ja. Toen gingen ze weer weg. Heeft die gast de politie gebeld. Zijn ze gearresteerd. Het is gewoon een soort level 100 speech. In Fallout is er zo'n missie. Dan word je overvallen door een paar gasten. En als je heel erg hoge charisma hebt, dan zeggen ze, geef me je geld. Dan zeg je, nee, geef me jullie geld. Dan zeggen ze, oké. Deed me een beetje aan denken. Het is toch prachtig dat je gewoon puur met je wijze woorden... Oh. Well, this isn't right. Yeah, but close enough.
Goed genoeg. Say there were kinks. We must hurry. Schatje, ik ben thuis. Ik heb een lekker snoepje meegenomen. The heart. You have it. Yes. Oeh, ziet wel een beetje pips. Back of your hand. Vaak als ik vroeger ziek was, zei mijn moeder dat uit. Rick, je zit een beetje witjes. Zit een beetje witjes. Nou. He's too ill. Witter dan dit kan het niet. I can break the fever. But to heal. He must know the truth of what he is. Zeg, kut. Moet ik niet meer liegen tegen mijn zoon? It is not so simple. Hé, maar dat doe ik altijd. Hé, verdorie. Help me prop him up. Did I tell you that I have a son, too? It's been forever since I last saw him. Dramatisch momentje, wel. At his birth, the runes foretold a needless death. Oh ja, tuurlijk. The babe in my arms was so small. So helpless. Haar zoon is natuurlijk Balder. I knew right Balder. Then I would do anything to protect him. En dat was een vloek dat hij dood zou gaan. Dus toen zei ze van, oh, alle dingen in het universum moeten zweren dat ze niet mijn zoon vermoorden. En ze vergat de Maratak en toen ging hij dood. Of course, everything I did for myself. I let my needs, my fears, come before what he needed. And I couldn't see his resentment until we krijgen wel even wat goed parenting advice. Don't make the same mistake. Have faith in him. I know the truth isn't simple, but nothing is when it involves your child. Okay. It is a curse. The boy has been cursed. Hey, is er weer. Welcome terug, kleine man. Don't leave without me. I will not. Hij kan weer mee. Kunnen we weer gaan vechten en zo. Hij is wel fit genoeg. I see that. Is he well enough to travel? God, no. For now. They won't happen again. Biedt hij nou zijn excuses aan voor bijna doodgaan? You see that it does not. You better. Als je nog een keer bijna doodgaat, hoe dat trap ik je dood. Oh, het is wel leuk. Nou, net nog een heel verhaal natuurlijk, dat Kratos haat alle goden. Nou, eentje hoeft niet dood. Allebei in God of War 3 maak je ook een aantal goden niet dood. Zoals die ene waar je seks mee hebt. Hey, die laten we weer leven hoor. I will not forget this. Ja, shout-out naar jou in ieder geval. Ik zal eventjes... Your father did the heavy lifting. You should stay, recover. You have done enough. Nee, ik wil hem wel graag mee, alsjeblieft. Thanks. You know my door is always open to you. Freya is wel een lieve vrouw. Bijna altijd in dit soort games heb je gewoon één persoon met wie je bevriend bent die opeens een lul is. Ik ga er That's niet Venom, van uit. Isn't it? You figured that out, did you? Well, the window looks like Bifrost Crystal. And I know that's not what's on the other side. Een mooie wereld, ja. And, well, it makes you sad. You are wise for one so young. Yes, this is a window to a home I left long ago. But it is only a few. The thing that happened to you in Alfheim. You can't leave Midgard, can you? A gift from my former husband upon our separation. Why would Odin trap you in Midgard? Petty cruelty would be reason enough for oh, him. Oh, daarom is ze weggeteleporteerd eerder natuurlijk. But as with all his rash decisions, he's driven by... Odin is een lul. Zover was ik al. Alle goden zijn een lul. Ja, ja. ...his threat to the Aesir until our marriage brokered peace. Many of the Vanir now think I betrayed them. The fruits of my sacrifice. To be hated by my own kind. To trap me here is to ensure I can never make it right. Jeetje. Wat dramatisch. Nou, hey, dat is jouw probleem. Hele fijne dag verder. Yo, doei. So I was wondering,
Why do you live under a turtle? Goeie vraag. He was my first friend here in Midgard. Oh. He offered me shelter, and in return I provide him with protection against the evils of the forest. Golden boar, giant turtle? You sure have some interesting friends. Oké, ik ga nu wel even weg, als het mag. Als het mag, peer ik hem eventjes. Gaan we even lekker op avontuur. Een paar dingetjes. Eerste vraag van vandaag. Wat is het Engelse woord voor korfbal? Korfbal, de sport, weet je wel. Now then, before Modi so rudely interrupted us, we were just about to explore Tyr's vault. Ah ja, we gingen naar de schatkamer toe. Vet. Yes, to find the Black Ruin. Fight, inderdaad. Boy, do you know the way from here? Weet je de weg? I don't know. Sure you do, lad. We need a boat. I don't know. Oh ja, gewoon de boot pakken, ja. Okay, then. Hij is wel een beetje verdrietig van het bijna doodgaan en zo. In ieder geval, ik ga wat zeggen. Het Engelse woord voor korfbal is korfbal met twee L'en. Korfbal is niet bepaald populair in Engeland. In Nederland is het best wel een ding. Het is gewoon een minder hippe versie van basketbal natuurlijk. Sorry, korfballers. Maar het grappige is dus, korfbal is een van de voorbeelden die ik kan verzinnen van een Wikipedia pagina die langer is in het Nederlands dan in het Engels. Dat is best wel leuk. Er zijn ook wereldkampioenschappen korfbal. En tot nu toe, ieder wereldkampioenschap ooit is de finale Nederland-België. En alle finales op één na zijn gewonnen door Nederland. Nou, dat zijn je coole korfbalfeitjes hier. Wij zijn fucking goed in korfbal. Waarom gaan we niet gewoon dat de leukste sport vinden in plaats van voetbal? Dan winnen we in ieder geval wel vaak het WK. Fucking chill. Get in. I will pull. Gaan we nog vertellen dat hij een god is, of... You are quiet. Are you not better? I guess. I know you overheard my talk with Freya. Oh. You think you understand, but you do not. Why do you say nothing? You said I was cursed. Dat is niet aardig, you nee. You think I'm weak because I'm not like you. I know I was never what you wanted, but after all this, I thought maybe things were different. You do not know everything, boy. No. Prachtig uit deze scène trouwens. But at least I know the truth now. The truth. Je moest het weten. De waarheid. The truth. Weet je dat? I'm a god, boy. From another land far from here. Dat is de waarheid. When I came to these shores, I chose to live as a man. But the truth is, I was born a god. And so were you. Nou, fijne dag verder. Boy, have you nothing to say? Can I turn into an animal? Veel grote kunnen dat wel, ja. Turn into an animal. No. No, I do not think so. Nee, dat is geen ding. Sorry. Het spijt me. I'm a god. I'm a rap god. Mother knew? She was a god too? No. She was mortal, but she knew my true nature. I'm a god. Hij is zo blij. Zou ik ook wel zijn. Why did you wait so long to tell me? I had hoped to spare you. Being a god, it can be a lifetime of anguish and tragedy. Ooh, the struggles. That is the curse. What sorts of things can I do? Can I fly? Or turn invisible? I don't feel like God. I do not know the reach of your godhood. But over time, we will learn. Ja, vraag het anders Mimir. Misschien weet hij het wel. Ik heb geen idee of ze nu meer bootgesprekjes gaan gooien. Sure, of... We hebben in ieder geval eindelijk wat gameplay voor de eerste 13 minuten. Dat is ook wel fijn. Waarschijnlijk, sure ja. You've never heard any? Not as you do.
That's no surprise. Every god is unique. So, maybe I won't get strong like father, but I'll have abilities all my own? You already do, laddie. Your faculty for language is extraordinary for one so young. Ik ben een god. Wat is je kracht? Ik ben goed in talen. Time alone will tell what else you'll become capable of. So you knew all along? I did, lad. Ik sta 9 voor Frans. But I've known more than my share of gods. Me too, apparently. Dus ik wilde vandaag... I wonder who else knew I was a god. Freya for sure. Brock and Sindri? They do not need to know. Baldur! Does he know? Is that why he's after us? Do you know him from before? The day of your mother's funeral was the first I ever saw Baldur. Even kijken, die kluis is... We don't have to go right back to Tyr's vault. Waar kunnen we aanmeren? Oh, hier. I mean, we're gone. Oh, de ingang is gewoon hier, of niet? We can do whatever we want, right? What do you really feel like doing right now? I will show you. Oh, de game gooit echt heel erg zo'n balletje van, hey, heb je zin in? We zijn goden. Waarom heeft hij een vis? Hallo, vis. De game gooit heel erg van, oh, wat wil je doen? Wil je een sidequest gaan doen? Wil je op avontuur? Nee, ik wil gewoon verder met de game uitspelen, man. Game is al lang genoeg zonder al dit gezeik. We gaan gewoon lekker door. Ik wilde eigenlijk vandaag ook nog een verhaaltje vertellen over mythologie. Ik heb natuurlijk heel veel verteld over de mythologie van de Noorse mythologie. Maar het leek me ook om een keer te praten over de Nederlandse mythologie. De Sagen, zoals het heet. To spring forth life tomorrow. Oh, I like that one. I wonder if I wrote it. Oké. Okay. Kunnen we nu omhoog of niet? Of moet ik... Nee, toch? Ik ging wel van dat het een soort coole lift was. Oh, dat is gewoon weer naar buiten. Dat is niet de goede kant op, Rick. Ik heb... TomTom erbij gepakt? Nee, waarschijnlijk moet het toch... Oh, ik kan ook gewoon kijken naar waar de game wil dat je heen gaat. Ze hebben zo'n markering voor je. Je moet gewoon in die bak toe. Duurde gewoon lang. Oké, kunnen we verder. Huh? Waarom sta ik met mijn voet in de zandbak? Read it. Death itself I swallow, to spring forth life tomorrow. Oh, I like that one. Dat zei je net ook al, ja. I wonder if I wrote it. Oké. En dan... En dan... Huh? Oh, nu gaat hij opeens verder. Beetje raar. Knip ik hem wel even uit. Gewoon 2 minuten lang rondrennen zonder doel. I wouldn't have felt so bad about killing so many elves. Well, I'm not sure that's the lesson. You've done nothing to regret. The elves forced their affairs upon us. No, I get it now. We had god things to do. And they were in the way, dragging us into their little problems. Again, are we just leaving that there? I mean, just knowing we're gods makes me feel so much stronger. Maybe you feel a little too good right now. Ja, die gode ego begint nu al in te slaan. It's a big choice, lad. You can either serve yourself, or put your godhood in the service of others, like Tyr did. People really loved him, huh? Aye, a god of war. But one who fought for peace. Oh, so cool. Had a reputation for being heroic and lawful, using his power and knowledge to stop wars rather than start them. The hele game moet een beetje glitchy. So ook staat er ronddraaien de schijf. Vandaar. Once in a moon, it's been known to happen, yes. Gewoon een beetje gluren en dat ding om je heen. Ik wilde eigenlijk een verhaal gaan vertellen over Nederlandse mythologie, maar ik denk zolang al deze posters voorbij komen rollen, is de game vast al te vertellen. Seems Tyr really liked to travel. Tyr believed the mind, not might. Tyr is een soort Instagram girl, love to travel. Wie houdt er niet van reizen? Reizen is best chill. Cultures would give him perspective, staying in one place could not. While Odin always hoarded knowledge, guarding it jealously, Tyr was open and sharing with his learning and his wisdom. For this, mortals adored Tyr, showing their love by bringing him gifts the world over. Goeie vraag. Odin came to regard him as a threat. Oh, Odin is weer een lul, zoals altijd. He suspected Tyr of collaborating to aid the giants instead of helping to steal their secrets from Aesir. The same thing he accused me of, frankly. Though in Tyr's case, I believe he was right. Muziek is wel echt vet, trouwens. You think Tyr was helping the giants? I do. He felt responsible for the suffering visited upon them by Odin. I suspect he had something to do with helping them cover their tracks. The missing Jotunheim tower. Correct. Whatever happened to it? I believe it could only have been done with Tyr and the giants working together. Zijn we er? Yes! We zijn er! Vind de zwarte rune. Geen idee hoe we die nodig hebben, maar... Don't know. I've never been in here. D-
Dit zou dus Tyr's kluis moeten zijn. Ziet er fucking vet uit. That has to be it. Schatkamer van Tyr. Oké, hallo? Steen? Naturally. The fuck is this shit? Ach, je kan die... Je kan die shit pakken. Toch? Dat is toch... Dat bedoelde ik, ja? No. Oh, wacht, heb ik 10 seconden. Waar moet ik heen? Met mijn 10 seconden. Fuck. Het heeft echt geen zin om eerst de 10 seconden ding te pakken en dan te gaan bedenken wat je gaat doen met je 10 seconden. Rather a trap for the winds of hell. But where do you think the winds are? The winds of what? Oh, we forgot to mention that. When you were sick, we went to Helheim to get your cure. You did? Terrible experience, by the by. The guard picked up a new trick, though, with a little help from Brock. Brock was there too? Iedereen was er, man. Wat een fucking vet avontuur toen jij het doodgaan moest. We'll get back to this later. Wat ik nu opeens bedenk, ze hadden het net over dat de mensen heel erg hielden van Tyr. Dus is het idee van deze hele schatkamer dan letterlijk gewoon dat dit alle cadeautjes zijn die hij van de stervelingen heeft gehad? Hij is echt gewoon zo'n coole dude die alle cadeautjes gewoon bewaart, hè? Take it, boy. Yes, boy. Take it. We might need to butter bread somewhere in our travels. This is why no one likes you. Well, that's unfriendly. Oké. We hebben nu hele coole kamers vol met hele grote messen. Dat is wel een beetje my jam. Loop gewoon langs, joh. Dat is prima. Zolang we maar niet doodgaan. Dit zijn wel van die dingen dat als ze je aanraken, dat je in één keer doodgaat. Dat is dan wel weer zo'n ding. Dus ik wilde vandaag graag met jullie praten over een van de enige echte mythen die een klein beetje bij Nederland horen. Namelijk de Witte Wieven. Je hebt er vast wel eens van gehoord. Het is ook een band in de wereld van Harry Potter. De Witte Wieven. Look. Small passages on either side. Oké, kan je van hier rennen, toch? Prima. De Witte Wieven worden ook wel de Witte Juffers genoemd. En Witte Wief is geloof ik een ander woord voor een... Wacht. Waarschijnlijk. Als je je timing makkelijker wil maken. Fuck. Laat mijn bijl graag weer terug. Je moet die twee bladen even in elkaar plakken waarschijnlijk. Dan hoef je niet te timen en zo. Terug alsjeblieft. Nou kunnen we er langs. Oké. Oh, geinig. Een soort van puzzels, maar dan de extra moeilijkheid is gratis. Als je verneukt, ga je dood. Prima. Look at that. Gratis shit. Woep woep. En die vaas. Oh, hij staat erop. Hij ziet het nog niet. Kratos, je staat op de achtergrond. Er is een link. Zijn alle goden werelden tegelijkertijd confirmed? Oh, zo'n throwback donderdag. Wel een vette vaas, man. Ik ga merch verkopen. Het zijn vazen met mijn hoofd erop. Wat ga ik doen? Kijk, zoon. Dit is papa. Dat zou ik doen, persoonlijk. What'd you find? Oopsie floopsie, liet hem vallen. Enough distraction. Do not forget why we are here. Oké, geen afleidingen meer, nou. Oh, ook zo'n klein grapje naar de Egyptische goden. Ja, waarschijnlijk krijgen we nu gewoon 3 God of War games met de Griekse, of de Noorse mythologie. Daarna nog even eentje met de Egyptische goden. Lijkt hem wel het interessantste daarna, denk ik. Waar moeten we allemaal heen? Wat wil de game van ons? We zijn weer hier. Maar, er is een ringweg? Ja. Oké, dat is gewoon easy. Je moet dus eigenlijk gewoon 3 keer vanuit de beginkamer shit doen. Het zijn waarschijnlijk gewoon 3 losse deuren met allemaal puzzels. En als je alles doet, dan krijg je een keer die zwarte steen. Kunnen we verder met ons leven. Ik vind het allemaal prima, joh.
In ieder geval, ik kan nu gaan praten over de witte wieven. Ik wil even de gamegeluid ietsje zachter zetten, want het staat voor mij echt mokertje hard. Het is zo jammer als je me niet verstaat. Alhoewel, voor sommigen zou dat juist de ideale versie van de video zijn, hoor daar niet van. Ik moet even helemaal wennen aan die combat, nu ik er zo lang niet meer heb ingezeten. Even vergeten dat Zoon Lief natuurlijk ook nog een prachtige pijl en boog heeft die wat leuke trucjes voor je kan uithalen. Nou, we kunnen ook gewoon lekker spelen met de Blades of Chaos. Dat is toch een beetje die fantastische gameplay willen. Sla een paar motherfuckers kapot. Ik heb ook voor het begin van deze aflevering een paar extra moves gekocht. Dus misschien dat we daar ook nog iets aan hebben. In ieder geval, de witte wieven zijn heel raar. Als je gaat kijken naar de mythe van de witte wieven, het is heel onduidelijk wat ze nou precies zijn. Volgens sommigen zijn de witte wieven mist. Ik geloof in sommige plekken in Nederland wordt mist ook nog wel eens een witte wief genoemd, zeg maar. Als je gaat kijken op Wikipedia, het zijn feeën, heksen en geesten. Ongeveer allemaal. Ze hebben redelijk wat weg van de Ierse en Schotse Banshee. Dat ook weer een soort vrouwenachtig vee-vampier is. Die verleidt jagers, specifiek jagers, want die ruiken naar bloed van de dieren die ze doden. Dan lokken ze jagers om te dansen. En terwijl ze dansen, wordt hun bloed leeggezogen. Maar dat hebben ze zelf niet door. En dan gaan ze dood. Goed verhaal. Deze kamer is dan de next up, neem ik aan. It was a rash impulse. You need not dwell on my failings. Wow. Oh, daar is hij. That was almost an apology. Well, bijna. I guess you do like to smash pottery. Potten kapot slaan is de shit. Oké. Kom maar door. Timing. Oh! Nee! Oh fuck, ik heb gewoon mijn verkeerde wapen hiervoor, of niet? Je moet wel de Blades of Olympus gebruiken, troll. The second ring should behave like the first. Just need to capture the winds. Ja, ik was ermee bezig. Alleen toen werd ik genaaid. Oh, kom op! Please! Oh man! Dit is letterlijk verschrikkelijk. Oké, dit duurt ook zo lang. Oh! Dit is de echte uitdaging van de gehele kluis zo'n beetje. Got him! Dat is niet cool. Niet cool om er nu in één keer voor te gaan vliegen. Ik wil gewoon even dat ding pakken. Daarna doe je maar wat je wilt. Kijk eens aan, ik slinger je alle kanten op. In ieder geval, de witte wieven lijken daar een klein beetje op. Ik heb er een paar mythen van gevonden, maar die waren voornamelijk zo fucking raar. Dat ik echt denk van, huh? Dat is vaak gewoon, oh, iemand werd gepakt door de witte wieven. Punt. Look, die hebben wij in ieder geval. Volgens sommige mythen sliepen ze ook bij de hunnebedden. I want to learn. Just because you hate being a god doesn't mean I have to. Even kijken. Dat ding kan op pauze. Op die manier. Dan kunnen we gewoon... Ah! Ze kunnen gewoon langs. Oh, fuck, het is een runekist. Wil ik dat? Oh, er zit daar een rune in. Ja, dat... Oh, wacht. Oké, wacht. Oké, we gaan het alweer doen. Hoe gaan we dit doen eigenlijk? Je moet ze waarschijnlijk even uit sync halen. Dus zo. Dat ze niet tegelijk gaan. En dan, hallo, even wachten. Pat! Oké, dat is één. Ik heb helemaal geen zin om dit te doen, joh. Aan de ene kant moet ik misschien wel eventjes een keertje wat van die runekisten openmaken. Weet je wat? Ik zoek die laatste zegel wel eventjes. Ik heb hem gevonden! Got him. Ladies and gentlemen, we got him. Ik maak die grap nu echt heel vaak. Het is fantastisch. Het is een feest. Oké, laat me even doorlopen alsjeblieft. Oh, wacht. Gaat goed. Kan wel. Brother, get up, brother. kan wel. Hehe, mocht even duren. Maar dan heb je ook... een Eden appel. Je hebt 3 van de 3 appels verzameld om je maximale gezondheid te verhogen. Nou, dat is best wel fijn. Dan ga je minder vaak dood, alhoewel het ook op dit punt... Oh! Come on, get up, brother. Ik weet niet of het nu ook werkt, man. Ik had nog extra gezondheid. Wat is dit voor shit dan? Oké, ik bevries dit ding wel weer. We maken het onszelf wel eventjes zo makkelijk mogelijk. Dus ik ga even opsommen wat de witte wieven allemaal doen. Want ze doen heel veel dingen. Ten eerste, heel veel mannen dansen en doodmaken. Natuurlijk, het zijn een soort hele rare enge vrouwtjes die mannen doodmaken. Even kijken, gaat dit goed nu? Kan ik dit nu halen? Nee. Je moet deze ook weer op een manier timen. Fuck. Maar dit is al timen dat je ding erin zit. Eigenlijk wil je dat eerst deze ene voor je open gaat en dan die andere. Dus eigenlijk wil je als die ene naar beneden gaat. Dat deze dan zo net omhoog gaat. Fuck.
Wacht even, dat kan beter. Zo, nu lijkt dat de ene sneller om... Ja, dit is goed genoeg, denk ik. Wacht even. Even een verhaaltje zo meteen. Niet doodgaan staat eventjes bovenaan op het programma. Hartstikke idee. Hartstikke idee. Volgende ruimte. Hartstikke mooi. Heb ik wel weer ergens een energieding van nodig? What the fuck? Look, it's the wolf giants. Skull and Hati. Oh, wacht, we kunnen natuurlijk hier weer gewoon de... Ja, zo ging dat net ook. Deze open, weer in de kamer, waarschijnlijk weer een hele hoop gevechten. Did Tyrnalim? I don't know. Don't you enjoy it at all? Oké, dan kunnen we hier weer... On an adventure in some amazing place? Hallo, Ring, ik zoek uw krachten. Ah, het draait om dat punt heen. Moet het vanaf boven? Ah, je kan hier omhoog. Haha, got it. Got it. Dus, andere functies. Eén ding wat ze doen is wisselkinderen. Dat is een van de functies van de witte wieven. Vroeger werd er wel eens geloofd dat je als vrouw, als je een kindje had... dat het kind dan verwisseld kon worden. Zeg maar, net een dag in de wieg en dan wordt het verwisseld. Met bijvoorbeeld een kaboutertje. Er zijn hele rare mythes over. Dat bijvoorbeeld een vrouw erachter kwam dat haar kind verwisseld was met een kaboutertje. Die kabouters drinken heel veel bier. Dus toen ze de baby melk gaf... En werd hij heel boos en ging hij weg. Hij zei, fuck deze shit. Het babyleven is geen leven voor mij. En de andere keer had de vrouw het idee al van tevoren dat het dus misschien een kaboutertje was, haar kind opeens. Dus ging ze bier brouwen in het dopje van een eikel. Dus in dat hele kleine dopje. Niet van de penis, van de maar ding van de boom. En toen verraadde de kabouter zijn rol. Hij zei, wow, ben je nou bier aan het brouwen in een dopje? Toen zei die vrouw, aha, jij bent mijn kind niet. Dat is iets wat de witte wieven kunnen doen. je kinderen stelen. Wisselbaby shit. Moeten nog steeds naar die ene plek toe, toch? Doet nou trouwens extra damage als ik deze charge op mijn dingen? Geen idee. Ik wil gewoon graag even die schatkamer uitspelen. De zwarte rune hebben. Misschien de video beëindigen. Misschien een keer gaan chillen of zo. I don't know. Ik had niet echt een hele strakke planning. Ah, dit kan naar beneden in ieder geval. Oh. Eerst even het gevecht afmaken misschien. Zijn er nog sukkels die dood willen? Daar beneden blijkbaar. Komen we zo meteen wel bij. En het andere ding wat de witte wieven eigenlijk doen is dat ze kunnen de dood voorspellen. Als je de witte wieven ziet, dan betekent het dat je waarschijnlijk binnenkort dood zult gaan. Staan bijvoorbeeld in Duitsland, hebben ze eigenlijk een beetje deze mythe van ons gestolen. En heet het soms ook wel de wijze wijven in plaats van de witte wieven. Ze zijn natuurlijk wit omdat ze dus mistig zijn. Mistige wezentjes. De wijze wijven. Soms als je dus een wit wief zit, dan ja, ga je binnenkort dood. Dat is niet handig en zo. Net als de Grim in Harry Potter, precies. Tyr sure was paranoid. Thanks to Odin, with good reason. Oh ja, de kluis is dus zo beveiligd, omdat Tyr helemaal paranoïde is, want hij wil niet dood door Odin. Snap ik. Even kijken. Ons laatste voorwerp zit waar? Hier zo zeker. Daar zit die bal, oké. Okay. Moet even een strijdplan pakken. We hebben 10 seconden de tijd in principe. Dus kan je in 10 seconden je zwaard opladen helemaal vanaf hier? Ik geloof dat de ketting naar beneden een stuk sneller gaat. Doe me een beetje denken aan matige gymlessen waar je optrekt aan zo'n touw. Toen de tijd deed dat vooral gewoon heel veel pijn aan mijn arme handjes. Even kijken. Please, ik wil gewoon... Ben je nou wel of niet aan het verschuiven? Game, please, waarom ben je zo? Potverdikke me. Moet dit op deze manier in 10 seconden? Want dat gaat dan niet lukken hoor. Dit is niet te doen in 10 secondjes. Ik ben echt... Oké, nou, dit is niet de route. Wat wil je dan van mijn game? Ik kan het vanaf hier niet doen. Nou. Wacht, is het gewoon... Ah, tuurlijk. Je kan gewoon andere stukken... Oké. Maar natuurlijk. Je kan gewoon andere delen van die ring gewoon weer aanflikkeren, joh. Ja, nee. Mijn kleine minuscule rattenbreintje had even gauw op die manier over de puzzel nagedacht. Maar ja, als jij het zegt, ik vind het allemaal prima. Even kijken. Nee, niet dat wapenpak. Kratos, please. Kunnen we alsjeblieft gewoon een keer naar huis? Oh, fuck, waar is die kamer? Oh, daar. Oh, daar ben ik echt niet. Ik haal dit tijdslimiet en alles waar het voor staat. Oh, daar heb je hem. Het beweegt zoals een wilde rodeo. Yes. Oké. Deze keer gaat het hem worden. Ah. Oh. Boom. Nee. Snel, Kratos. Got him. Ik moet zeggen, dat verhaal van de witte wieven was misschien een beetje matig. Het is niet het beste stukje mythologie dat ik heb verteld. Maar het is wel Nederlandse mythologie.
Moeten we trots op zijn, denk ik. Denk ik? The rune stone. It's lower. Yes. What's going on? Ik snap het. Dat is gewoon heel flauw. Zeg maar, het is al één grote bak valstrikken en puzzels. En dan gewoon nog een soort mega valstrik waar je niks aan kan doen. Pull chains on the wall. But there are three of them. What am I doing? Atreus, focus. You can do this. Please, honey. I don't know yet if I can drown. Okay, think. Hati's the silver one. He hunts them. Skull's goat and he chases the sun. For Ragnarok to happen, they have to eat them. But these are out of order. Good boy. So the moon goes on the left. De maan is links, zon rechts. Got in the middle, but which bar do I pull? Okay, we moeten dus een soort schuifpuzzeltje. Left boy. Middle bar. What the fuck doet alles? Okay, ja, dit gaat goed. We hebben nu in principe de maan een kant op verschoven. Oh, dat is de rechterbar, zeg maar. Dat heeft nu even geen zin, nee. Oké. Okay. Even kijken, hoor. Kunnen we de puzzel even resetten anders? Dat zou echt heel fijn zijn. Ga gewoon even dood, Kratos. Je bent bijna onder water gelopen. Je wordt één grote puinhoop momenteel. Middelbar. Je wil denk... Ah ja, zo. Kijk, dat kun je nu zo doen. Dan kunnen we die maan even daarop slaan. Dat lijkt me een heel fijn idee. Maan daarheen. Dan trekken we ze weer allebei naar rechts. Oh, en dan ben je dood. Oké. We doen nog eventjes dunnetjes over. Vader, nee! Goden kunnen niet onder water ademen. Fijn is dat. Droge teksten voor als je komt te overlijden. Oké. Je moet dus heel duidelijk... Ik had net het antwoord, maar ik ben het nu alweer vergeten. Dus we moeten even heel hard ons breintje even aanknallen. Stap 1. Janken. Keihard. Fuck. De middel. De middelste altijd. Ja. De maan moest links, toch? Ja, dus dan slaan we de maan even daarop. We zijn nu ongeveer zover als dat ik net was. Na 2 zetten. Die daarin. Kan ik ze in orde? Moon left, sun right. Ja. Die naar beneden. Dan kun je de maan weer omhoog doen. Dan komt dat schild er tegenaan. Zo. Dan kunnen we dat schildding daar tegenaan trekken naar het midden toe waarschijnlijk. Yes! En dan? Zo moeilijk is de puzzel ook weer niet. Als je een soort van weet wat je aan het doen bent, hoe het hele mechanisme werkt. Ja. Got hem, toch? Oh, ik dacht even dat het niet werkte. We did it! Woe. De grootste boss fight van allemaal. Logisch nadenken. Ja, dit is flauw. Mag ik überhaupt levend hier weg of niet? Broer, ik zou iets met die kettingen doen of zo. Ik zit redelijk vast. Als je me even zou kunnen helpen. Boy, you have to stop that chain. Dat dus. Even wat doen. Kan je mes erin steken? Dat gaat er niet houden, joh. Wait, I know what to do. A knife? There's no other way. Juke hem. Juke de ketting. Gaat het nog breken of wat? Is dit goed? What the fuck heb ik zojuist gedaan? Een knife. I know, but it's safe. Je moeder's mes kapot. That was cunning, boy. Broer, ik vertrouwde je met dit mes. Je hebt mijn leven gered, sure. Maar je hebt ook je moeders mes gemold. En ik vind dat redelijk respectloos eigenlijk wel. Oké, we kunnen in ieder geval eindelijk die zwarte rune pakken. Eén groot feest. Let's go see what Tears got for us. Blijkt het een of andere hele... Ja, hij heeft echt heel veel beveiliging voor die rune. It rubbed off. There it is. We've got it. It better be the beste rune ooit. Boy. Yeah. On the day you were born, I made 2 knives, mixing metals from my home and from this land.
One for myself. And when you are ready. Wel fijn als je mes kapot gaat, krijg je gewoon meteen een nieuwe. Zo'n verwend kind, today weet je wel. Als ouder moet je kind ook leren dat ze gewoon even af en toe goed met spullen om moeten gaan. Maar ik snap wel, heel veel van zijn vecht zit gebaseerd op dat mes. Dus hij moet even meteen een nieuw mes hebben, anders werkt de game niet meer. We are not men. We are more than that. The supermensen. Is far greater. You have great power. And you must be better than me. Understand? Say it. I will be better. The power of this weapon, any weapon, comes from here. But only when tempered by this. By the discipline, the self-control of the one who wields it. That is where the true strength of a warrior lies. Wat een wijsheden deze aflevering, zeg. Poeh. You must never forget that. Good then. Come. Joekum. Driver. Zijn een soort spooksloten of zo telkens? Lijkt gewoon op een soort aangebrand stuk vlees. Blank. Oh, wauw. Wait. Bro, je bent een zaklamp. Oh, fuck. Can you see it? Yes. Are you certain? I got it. Grendel de Asgeborene. Aim for the face. Hey, ik bedankt voor het kijken naar deze aflevering. Tot de volgende aflevering van God of War. We gaan even vechten met de Asgeborene. Oh, en zijn vriend. Grendel de Koude. Fire and Ice. Even kijken. Tot de volgende aflevering van God of War. Wordt gezellig. Hoe meer zin, hoe meer vreugd. Even kijken. Tot de volgende aflevering.